De katholieke kerk heeft het de laatste jaren natuurlijk best moeilijk, dat is geen nieuwtje. Dat er ook een hele hoop kerken zelf daaronder lijden is ook geen nieuwtje. Maar dat het de Terheidense kerk, de Antoniusabt, dat die ook in probleem is, dat is wel een nieuwtje. En die moet gered worden, daar zijn we het met z'n allen over eens. En zeker Cor Vissers, want die heeft een actie, mede een actie opgezet ter redding van de Antoniusabtkerk in Terheide. Klopt dat, Cor? Ja, dat klopt inderdaad, Joost. Wij hebben een actie opgezet om ervoor te zorgen dat we onze subsidieaanvraag, dat we dat geld ook daadwerkelijk binnen kunnen krijgen. Daarvoor hebben wij folders verspreid in Terheide een week geleden. Aan die folder daar zit een antwoordkaart waarin mensen aan kunnen geven dat ze vrienden van de abt worden. En vrienden van de abt houdt in dat je op jaarbasis eenmalig via een automatische incasso €25 overmaakt. We hebben €13.000 nodig. Ja, en dat is per inwoner een hoop geld. Ja, dat is veel geld. Maar dat is ook het geld wat voor het groot onderhoud van de kerk noodzakelijk is. Om te zorgen dat het gebouw, en zeker straks op het moment dat het niet meer gebruikt gaat worden voor eucharistievieringen, et cetera. Om het gebouw te kunnen behouden. We hebben vorige week folders laten bezorgen, huis aan huis in Terheide. Vandaag, 17 mei, gaan we de folders ophalen. En dat doen we huis aan huis ook. Dus we hebben een flinke ploeg met mensen opgetrommeld om Terheide een beetje onveilig te maken samen met het gilde. En we gaan huis aan huis en we gaan die antwoordkaarten die gaan we ophalen. Het bedrag is €16.000 zeg je. En hoe lang, 13.000, hoe lang kunnen we dan door? Als we ieder jaar die €13.000 bijleggen, want dat is dus per jaar dat we €13.000 bij moeten leggen. Dan kunnen we met deze subsidie kunnen we door tot 2019. En is het dan al bekend wat er daarna gaat gebeuren? Want zo'n prachtig werk als deze moet toch voor eeuwig en altijd bewaard blijven? Ja, vinden wij inderdaad ook. Dus op het moment dat de subsidie afloopt in 2019, dan doen we weer een nieuwe aanvraag voor subsidie. En in de tussentijd vragen we iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen ter bescherming van deze prachtige kerk. Correct. Hoe kunnen we zien of het bedrag steeds verder stijgt richting die €13.000? Nou, sowieso zo dadelijk, en dat zal in de loop van tussen de middag zal dat zijn, dan gaat er een tussenstand komt er. En er komt hier in het grasveld komt een mooie paal te staan in de vorm van een thermometer. En daar zitten wijzertjes aan. En aan de hand daarvan kun je zien hoeveel mensen daar we binnen hebben gehaald. We staan al op 20. Oké, op 20. 20.000, dat kan niet. 20 nee, wat? Nee, doe maar gewoon 20, Joost. Oké, nou het begin is er en het moet allemaal met een begin beginnen. We zullen die thermometer zullen we nauwlettend in de gaten houden. Wensen jullie heel veel succes. Dankjewel. En ik begrijp dat je vanmiddag zelf ook nog de wijk in moet. Nou, ik ga direct, zodra dit afgewerkt is, ga ik zeggen twee doen. Ik zou zeggen, heel veel succes en dank voor je tijd. Ja, dankjewel Joost. Jullie eerste ideeën, hoe gaat het? Ja, ik heb een aantal keren getracht, maar de bel wordt niet gehoord, denk ik. Of mensen zijn niet thuis en misschien boodschappen doen. Dus ik heb op dit moment nog niets, helaas. Okay. Maar dat komt allemaal vanzelf. En ja, jou hebben we net gezien. Ja, dat. Vertel. Nee, ik vertel niks. Hij moest hem nog invullen, dus nou, daar wachten we netjes op en we overhandigen het speltje. En we gaan gewoon verder. Martijn, goedemorgen. Je hebt net gehoor gegeven aan de bede om mee te werken aan de redding van de kerk hier, de Sint-Antoniusabt. Wat was je motivatie? Ja, het is toch een bepalend gebouw in Terheide. En dat is eigenlijk mijn motivatie om dat te willen behouden. Ja. En eigenlijk een raadgeving aan iedereen om hetzelfde te doen? Eigenlijk wel een beetje, okay. Ja. Dat was het wat ik wilde weten. Dankjewel. Okay.